Oké, goed dat je weer kijkt. Nieuwe les vandaag, indicators. Nou, als dit de eerste video is die je ziet van mij, nou, mijn naam is Kevin Timmer. Ik ben daytrader en op dit kanaal leg ik alles uit omtrent daytrading. De indicator les is deel van een mini-cursus-serie. Dit is les 6. Als je andere lessen nog niet gezien hebt, kijk even op mijn kanaal en dan kijk je andere lessen eerst, want anders weet je waarschijnlijk niet waar ik het over heb. Dus, nou ja, goed, wat zijn indicators? Indicators zijn eigenlijk lijnen op je chart. En door middel van die lijnen zouden we kunnen voorspellen ja, wat het aandeel in kwestie gaat doen. Of we kunnen ook zien wat hij gedaan heeft. En, het is eigenlijk gewoon een soort met van hulpmiddel. Er zijn verschillende indicators. En het is goed om te weten dat met indicators, less is more. Wat bedoel ik daarmee te zeggen, is eigenlijk de minder indicators je hebt, de beter. Ja, ik zeg niet dat je volledig zonder kan, maar heel je chart volzetten met indicators gaat je absoluut niet helpen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik heb even een voorbeeldje gemaakt. Wat ik bedoel is dus van, oké, dit is gewoon te veel. Dat zijn dus indicators, al die lijnen op de chart, dat noemen we indicators. En ja, het is zoveel dat je gewoon niet meer ziet wat er gaande is. En daarom is het belangrijk, less is more. En een fatsoenlijke chart met indicators, die zouden er dan ongeveer zo uitzien. Ja, het is gewoon een x aantal indicators, afhankelijk van wat je zelf prettig vindt. En op basis daarvan kun je die meenemen in de beslissingen die je maakt als daytrader. Dus dit is goed en dit is absoluut niet goed. En helaas zie ik het soms zie ik het nog wel eens online of op Twitter of op Instagram. Dan zie ik screenshots voorbij komen en dan denk ik van oké, hoe kan jij in hemelsnaam zo traden? Ja. Dus wees niet een van die mensen waarbij het scherm er zo uitziet. Is niet cool, is ook niet stoer. Zorg er gewoon voor dat het gewoon dat het er schoon uitziet. Ja. Dus dat gezegd te hebben, nou, laten we naar de les gaan. En de indicator waar ik mee wil beginnen is volume. En volume is een vrij belangrijke indicator, zeker als je treedt met penny stocks. Nou, als het goed is, weet je ondertussen ook al wat penny stocks zijn. Normaal gesproken bij de grotere aandelen, Apple, Facebook en etcetera, etcetera, die hebben wel voldoende volume. En bij penny stocks kan het nog wel eens dat er gewoon te weinig volume is. Nou goed, wat betekent volume? Volume betekent eigenlijk het aantal shares wat getraded is op die dag. Dus als we zeg maar Apple pakken, dan kan het zo zijn dat hij bijvoorbeeld 1 miljoen shares getraded heeft op die specifieke dag. Dus dan zijn er 100 shares van hand naar hand gewisseld, van persoon tot persoon. En dat noemen ze volume. En volume is een indicator en die kan je in TC2000 kan je die toevoegen door gewoon rechtermuisknop, add plot, en te zoeken op volume. En dan komt dit tevoorschijn. Nou, dan kunnen we een beetje naar beneden scrollen, dat het wat minder aanwezig is. En dan kan je zien dat eigenlijk iedere candle, en ik heb hem nu op de 3 minuten gezet, dat iedere candle zo'n volumebar heeft. En als we dan onze muis zeg maar erover houden en we houden het ingedrukt, dan kunnen we eigenlijk zien linksbovenin hoeveel volume er is geweest. Ja. Of sorry, rechtsonderin. Rechtsonderin kan je zien hoeveel volume er is geweest. Hier zo is 74,6k. En terwijl je in deze candle kijkt, is het 312k volume. Dus dat betekent dat in deze 3 minuten, in deze candle, zijn er in deze zelfs 600k, want de markt is open. Ik zal even deze candle pakken. En als we deze candle bekijken, dan is daar 363k shares verhandeld in deze 3 minuten. Nou, als je hem op de minutenchart zet, dan is het hetzelfde. Dus dat betekent dat iedere volumebar ook gewoon 1 minuut voorstelt. Het is hetzelfde als met die candles. Iedere candle is 1 minuut. Dus als we deze pakken, dus deze candle, dan zie je rechtsonderin dat er 300, of 35,2k volume is gemaakt in dat specifieke tijdframe. Nou, waarom is dit een belangrijke indicator? Ik vind hem zelf minder belangrijk op grote aandelen, maar hij is wat meer belangrijker zeg maar, bij penny stocks. Want stel nou dat de volume heel weinig is of heel klein, dan
Dan kan het zo zijn dat er voor jouw verkoop of voor jouw aankoop, dat er geen koper of verkoper is. En dat is iets wat je wil voorkomen. Dus natuurlijk als je een trade wil maken, dan is het altijd belangrijk dat er een koper en een verkoper is. Nou, die zitten in volume, dus als het gewoon geen volume is, dan kan je waarschijnlijk ook niks kopen of verkopen. En daarnaast is het ook zo, zeg maar, de minder volume er is, de meer de onverwachte patronen zich voor kunnen doen. Dus het kan zo zijn dat als er heel weinig volume is, dat een penny stock in één keer van 1 euro of 1 dollar naar $1,50 kan springen. Omdat het gewoon heel weinig volume is. En daar raad ik aan altijd van, oké, ik trade stocks waarbij het volume zeg maar normaal is. Ja, het volume normaal, dat is 500.000 shares traded op de dag. Dus je moet eigenlijk gewoon het moet eigenlijk altijd zo zijn dat je een stock trade die tenminste 500.000 shares verhandelt gemiddeld per dag. Ja? Nou, hoe kan je dat zien? Nou, als je bijvoorbeeld naar de dagenchart gaat en je pakt één zo'n volumebar, bijvoorbeeld pak gewoon even deze, en dan zie je dat hij 37 miljoen shares heeft getraden op die dag. Nou, dat is ver boven die 500.000. Dus hier ga je geen probleem krijgen om erin en eruit te komen. En het kan zijn dat met een penny stock dat het echt maar 200.000 is op één dag. En dat is dus eigenlijk een teken dat je weg moet blijven. Want dan is de kans heel groot dat je gewoon niet in en uit je trade komt. En als je erin zit, kan het ook nog eens zo zijn dat de prijs hele rare sprongen gaat maken. Dus dat is hoe je volume kan gebruiken. Nou, er zijn ook wel andere manieren of andere situaties waarin volume belangrijker kan worden. Een van mijn strategieën, waar ik later nog wel eens een keer op terugkom, speelt volume ook een rol. Maar in de basis is dat waar je het volume voor zou moeten gebruiken. Nou, een tweede indicator, en dat is de VWAP. De VWAP is een van de weinige indicators die daadwerkelijk echt helpt. Er zijn een heleboel indicators of indicators die eigenlijk meer gewoon voor ruis zorgen op je chart, dus eigenlijk maar ook goed weglaten. Maar de VWAP is echt wel een indicator die moet je eigenlijk wel op je chart hebben, vind ik. Nou, wat is de VWAP? De VWAP is eigenlijk een lijn die aantoont wat de gemiddelde prijs op die dag zou moeten zijn. Dus als ik hem op de minutenchart zet en ik zet de VWAP indicator erop door rechtermuisknop, add plot en dan VWAP, dan zul je zien dat er een lijn tevoorschijn komt. Kijk, en dan zie je hier al, de markt is open. Dan zie je hier al eigenlijk dat die lijn zich vormt. En dit is de VWAP-lijn. Nou, dat betekent zeg maar dat de gemiddelde prijs van dit aandeel zou rond deze lijn moeten liggen. En dat is berekend op de gemiddelde prijs van deze dag. Waarbij ook nog gekeken wordt naar het volume. Er zit een hele berekening achter. En daar ga ik je niet al te veel mee vermoeien. Je kan het ook gewoon even opzoeken op Google. En dan zie je eigenlijk in het kort wat het inhoudt. Maar het is eigenlijk minder belangrijk om te weten wat het nou precies is. Maar het is belangrijker om te weten hoe je het kan gebruiken. En de reden waarom het zo'n sterke indicator is, is dat hier de VWAP wordt voornamelijk gebruikt door hedge funds. En een hedge fund, dat heb ik eerder uitgelegd, dat zijn grote bedrijven die investeringen managen voor hun klanten. Dus dat zijn een hedge fund, als die gaat traden of investeringen gaat maken, dan praat je over miljoenen. En hoe een hedge fund kijkt, globaal genomen, is dat als het aandeel treedt onder de VWAP, dan een hedge fund ziet dit als een short. Ja? Als het aandeel treedt boven de VWAP, dan ziet een hedge fund dit als een long. Ja? En dit is heel belangrijk om te weten. Een hedge fund is een partij met heel veel geld. En wat je als kan verwachten, is dat als het aandeel boven de VWAP gaat treden en hij blijft erboven, dat dan de hedge funds instappen. Want het is voor hun een teken dat de stock een long is geworden. Het is nu een short, maar als hij dus boven de VWAP zou gaan treden, dan verandert het in een long. En dat is het moment waarop hedge funds instappen. En dat is hetzelfde voor short. Stel nou hier zo dat hij boven de VWAP treedt en hij valt eronder, dan is dit het moment
dat de hedge funds short gaan. Nou, wat je eigenlijk wil als daytrader is dat je eigenlijk meesurft op die grote golf geld. Het laatste wat je wil is dat je tegenin die golf van groot geld surft. Dus vandaar dat de VWAP eigenlijk een hele belangrijke indicator is. Want als je dit ziet gebeuren, je ziet hem hier daarboven, dan zou het potentieel zo zijn dat je hier zo zou kunnen zeggen van oké, ik ga long, want het is de stok, het aandeel verandert nu van een short in een long. Nou goed, dat heeft niet heel goed gewerkt helaas hier zo, dat heeft maar heel even gewerkt. Maar hier zo zie je dat hij weer door de VWAP heen zakt, waarbij je zou kunnen zeggen dat dit een short zou kunnen zijn. En dat pakt er wel heel goed uit. Je ziet dat het een duidelijke short is en nog steeds. Dus daarom is de VWAP eigenlijk een hele belangrijke indicator om naar te kijken. Het laatste wat je wil is dat je long gaat hier zo of dat je hier zo short gaat. Want dit is een duidelijk punt waar de VWAP is een duidelijk punt waar mensen met groot geld naar kijken. En niet alleen mensen met groot geld, maar ook daytraders kijken hiernaar. Die kijken ook van oké, de stok is eigenlijk een long, want hij treedt boven de VWAP. Of de stok is een short, want hij treedt onder de VWAP. Nou, wat je zou kunnen verwachten is, stel dat hij nou hier zo weer boven de VWAP gaat treden en hij blijft erboven, is dat er meer geld ingaat. Want iedereen ziet dat. Iedereen ziet dat hij boven de VWAP treedt. Dus hoogstwaarschijnlijk verwacht iedereen dat hij dus hoger zal gaan treden. Dus het wordt dan gezien als een long. Uiteraard moet je daar niet blind op staren. Er zijn een heleboel andere dingen waar je naar moet kijken. Maar het is als indicator, hè, het is een indicator, zou je kunnen zeggen van oké, deze stok is een long of het is een short. Als we terug naar de presentatie gaan. Dan kijken we naar de 9 EMA en de 6 EMA. En dat zijn moving averages. En moving averages, dat zijn lijnen, ook weer indicators, die aangeven wat de gemiddelde prijs was van de laatste aantal candles. Nou, ik ga er gewoon eentje toevoegen. Ik zei de 9 EMA. Dus ik zoek dan op moving average, exponential. Voeg die toe op de chart. Zie je dat er een gele lijn komt. En ik zet die periode zet ik op 9, want ik zei 9 EMA. Hierzo. En wat houdt die 9 in? Die 9 houdt in dat die kijkt naar de gemiddelde prijs van de laatste 9 candles. Ja? Dat is ook als ik hem op dagen zet, dan kijkt hij naar de laatste 9 dagen. Zet ik hem op minuten, dan kijkt hij naar de laatste 9 candle minuten. Ja? Dus 3 minuten, dan kijkt hij naar de 3 keer 3 minuten, dus de laatste 9 candles. Ja? Dus dat is 1. De tweede die ik dan toevoeg is de 6 EMA. Dat is hetzelfde, moving average. Exponential. En dan verander ik de periode naar 6. En ik verander ook even de kleur. Ja, zodat ik weet wat is. Nou, 6, misschien raad je het al. Deze lijn geeft de gemiddelde prijs aan van de laatste 6 candles. Ja, of dat nou op de minutenkaart chart is of op de dagchart is de laatste 3 candles. Of laatste 6 candles, sorry. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, dit is ook belangrijk dat je kan zien of het aandeel van richting gaat veranderen. Ik probeer als een voorbeeld te geven. Eigenlijk real-time gebeurt er eigenlijk iets hier zo. De markt is open, dus hij beweegt. Real-time gebeurt hier iets. Je ziet dat hij nu hier door de IMA's heen schiet en dat hij vervolgens zeg maar support vindt op de IMA's. Nou, wat dit zou betekenen is eigenlijk dat het een sterk aandeel, dat het een sterke move is. Dus hij is nu eigenlijk bullish. En bullish betekent dat het aandeel omhoog gaat. Nou, als een aandeel onder de IMA's treedt, dat betekent eigenlijk dat hij zwak is en dat het bearish is. En dus hier zo, in dit stuk, dan zie je dat hij onder de IMA's treedt. Dus dit is eigenlijk allemaal short, 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 short. En dit is het moment waarop het een long wordt. Want dan gaat hij over de IMA's. Ja. En hier is hetzelfde. Dit is allemaal short. Dit is eigenlijk, er is geen keuze, want hij blijft gewoon zeg maar rond de IMA's hangen. Dit is een duidelijke long. Ja? Duidelijke short. Duidelijke short. En dan vraag je misschien af van oké, ja, maar zojuist zei je dat als die boven de VWAP treedt, dan is het een long. En als die onder de VWAP treedt, is het een short. En nu zeg ik dat het hier een long is. Nou, en dat is eigenlijk met indicators. Je hebt verschillende indicators. En je moet er niet alleen naar eentje kijken. Je
We moeten naar het hele complete plaatje kijken. Dus wat je zou kunnen zien, is hier zo. Stel nou dat we zeggen van, we pakken dit als voorbeeld. Ik zal het chart een klein beetje opruimen. Hier zo. Hier zo zakt hij onder de VWAP. Nou, we weten dat als de stok onder de VWAP treedt, dat heel veel hedge funds en heel veel day traders zien dit dan als een short. Dat is dan signaal nummer 1. Ja. Vervolgens zakt hij ook nog eens van boven de IMA's, zakt hij ook nog eens onder de IMA's. Dus hij treedt nu, vanaf hier, treedt hij ook nog eens onder de IMA's. Ja. Dus onder de 6, onder de 9 en onder de 4. Dus dat is al het tweede stuk van de puzzel. En dit is hoe je indicators gebruikt. Dus je hebt hier hij treedt onder de VWAP, hij treedt onder de IMA's. Dus je zou kunnen zeggen dat ongeveer op dit level dat het een hele goede short zou zijn. He, want je hebt, net wat ik zeg, je hebt twee stukken waarbij je aan kan zien dat een aandeel zwak is. Dus je zou in dit hele stuk hier, zo kan je allemaal short gaan. Ja. En wanneer zou je dan switchen van je short? Dus stel dat je hier short bent gegaan, want hij is beneden de VWAP, hij is beneden de IMA's. Ja, dan zou je dus uit je short gaan op het moment dat die eigenlijk long wordt. En dat er een teken van long is. En dat is eigenlijk hier. Je ziet hier een duidelijk teken van kracht. Waarop dus de stok eigenlijk verandert van een short naar een long. Is het heel sterk? Nee, dat nog niet. Het zou sterker zijn als die ook nog eens een keer door de VWAP heen gaat. Dan heb je namelijk weer twee stukken van de puzzel die compleet zijn. Hij is boven de VWAP, hij is boven de IMA's. Dus dan kan je eigenlijk wel zeggen van oké, het is nu een long. Ja? Dus dit is hoe je zeg maar dus indicators gebruikt. En een duidelijk voorbeeld waarom je niet alleen maar naar één IMA of naar één indicator moet kijken, maar dat je naar meerdere indicators moet kijken. Zodat je eigenlijk een soort van bevestiging hebt van hetgene wat je denkt. De volgende is de 200 SMA. Nou, dat is ook een indicator. En die kan je toevoegen ook gewoon door add plot, recht muisknop, moving average. En dat is de simple. En die andere, zeg maar, IMA is exponential moving averages. En SMA is simple moving averages. Nou, we gaan nu de simple toevoegen. En die zetten we op 200. Dus dat betekent, ik maak hem ook rood, sorry. Dus dat betekent dat de gemiddelde prijs van dit aandeel over de laatste 200 candles geeft die lijn aan. Hè? Dus hij geeft zeg maar de gemiddelde prijs aan gezien over de laatste 200 candles. Nou, waarom kies ik hier nu voor simple moving averages en niet exponential moving averages? Het verschil zit hem trouwens in de manier hoe hij berekent wat de gemiddelde prijs is. Uit mijn hoofd gezegd, een exponential moving averages, die kijken naar de laagste punten van de candles, waarbij de simple kijkt naar de open en de close van de candles. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, dat zou je even moeten googlen, maar daar zit in ieder geval het verschil tussen simple en exponential. Maar de reden waarom we hier kiezen voor een 200 SMA in plaats van een IMA, is omdat iedereen een SMA gebruikt. En dit is met daytraden, je wilt iets doen waar iedereen naar kijkt. Want als iedereen naar je kijkt, dan neemt ook iedereen actie. Want stel dat jij nu zou zeggen van ik pak de exponential en ik pak hem op 210. De laatste 210 candles. En dat is leuk, alleen niemand kijkt daarnaar. Want iedereen, eigenlijk de standaard in daytraden, is dat iedereen kijkt naar de 200 simple moving averages. En je wilt iets doen waar iedereen naar kijkt. Nou, en wat je vaak ziet op de dagenchart, nou hoop ik dat het bij Apple het geval is. Niet echt, maar laten we even een andere pakken. Ja, en wat je dan vaak ziet bij aandelen, is als je op de dagenchart kijkt, dat de 200 SMA vaak als support en resistance dient. En dat kan je hier zien. Dat hij hier zo het als support ziet, hier ziet het als support. Hier zo lijkt hij naartoe te gaan en hier lijkt hij te breken, waarna het dus hier zo resistance is, een gebied van resistance. En hier zo
is het support. En omdat iedereen naar die SME kijkt, is hier support en resistance. Want hierzo zien daytraders dat hij op de SME, toe aan de SME zit. Dus verwachten ze dat hij naar boven gaat. En iedereen verwacht dat. Dus vandaar dat er dan in één keer zo'n grote candle naar boven is. Omdat iedereen dit ziet. Dus je wilt eigenlijk tools gebruiken die iedereen gebruikt. En daarom is het zeg van, als je mij vraagt van ja, waarom gebruik je nu 200 en niet 210? En waarom simpel en niet exponential? Er is niet echt een makkelijk antwoord. Het is niet echt een gedachte achter. De gedachte meer is gewoon van oké, ik doe het omdat iedereen het doet. En omdat iedereen het doet, werkt het. Ja? Dat is eigenlijk, dat is hoe daytraden is. De prijs beweegt omdat een grote groep traders denkt dat iets gaat gebeuren en daarop handelt. Dus in totaal heb je de VWAP, de Exponential Moving Averages, waarvan de 9 en de 6 en de 200. Nou, de 200, hoe gebruik je die? Ja, die gebruik je eigenlijk niet zozeer met daytraden. Maar die gebruik je meer om te kijken van oké, op de dagelijkse chart kijk je die gewoon, dan kijk je daarnaar. Gewoon puur om te kijken van oké, waar is het aandeel? Want stel nou dat jij zou zeggen van nou, ik ga hier zo, ga ik short. En jij hebt niet die 200 SME hier staan. Dus deze verwijderen. Ja, dan weet je nooit, dan kan je dit niet aanzien komen. Dan kan je deze move niet aanzien komen. Dus jij gaat short hier zo. Denken ervan, nou, hij zal wel verder zakken. Maar als jij nou die 200 SME had gehad, rood maken ook weer. Dan had je gezien dat dit een belangrijk punt is waar heel veel daytraders naar kijken. En dan had je hier nooit short gegaan. Dus dat is de 200 SME wordt meer gebruikt gewoon puur om te kijken van oké, waar is het aandeel? Is het een belangrijk punt? Want voor heel veel mensen is dit een belangrijk punt. En dan zou je eventueel kunnen zeggen van oké, ik pak de trade helemaal niet. Of ik maak er juist een beslissing op. Nou goed, daarna als laatste wil ik eigenlijk nog een waarschuwing geven. Het is namelijk nu niet zo dat je gewoon kan zeggen van oké, wat ik als voorbeeld gaf in Apple, de minutenchart, van ga hier short, want hij is beneden de VWAP en hij is beneden de EMA's. Indicators die zijn er gewoon puur om jou een richting te geven en om jouw idee zeg maar te bevestigen. Je moet er niet zeg maar jezelf op vastpinnen, want er zijn ook nog dingen als support en resistance. Is er nieuws van het desbetreffende aandeel? Er zijn nog veel meer factoren waar je naar moet kijken voordat je zeg maar de beslissing kan maken. Dus de waarschuwing die ik wil geven is: kijk niet alleen naar de indicators, maar kijk ook naar de rest van het plaatje en zie het als hulpmiddel. Want helaas, je kan het hier zo zien, want de markt is open, de indicators laggen ook. Dus dat betekent dat ze net ietsje achterlopen. Je ziet dat deze candle zeg maar nu boven de EMA is. Je ziet hem bewegen. Alleen, je ziet dat deze lijnen eigenlijk nog niet volledig gemaakt zijn. En die worden pas gemaakt op het moment dat deze candle gesloten is en dat er een nieuwe candle komt. Dus ze lopen constant ietsje achter. Dus vandaar is het zeg maar vrij moeilijk om real-time zeg maar beslissingen te maken op basis van indicators. Dus vandaar dat je ze moet zien als hulpmiddel en absoluut niet als main tool om je keuze te maken. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Als het niet duidelijk is of je hebt vragen, laat dan gewoon laat een comment achter. Als je het een leuke video vond en je hebt er wat aan gehad, laat dan ook een comment achter. Abonneer je ook even op mijn kanaal en geef ook even de video een like, dan weet ik ook dat je het een leuke video vond. En dan zie ik je in de volgende les.